Hey, leuk dat je weer kijkt naar een video. Weet je wat er net binnen is gekomen? Het nieuwe flowbook voor paperlovers. En het leek me wel leuk om deze met jullie door te bladeren. Ik heb nog helemaal geen video's of foto's echt gezien van de inhoud, dus ik ben heel benieuwd. Oh, ik vind dit al echt zo mooi. Dit is zo goud en deze kleur vind ik heel leuk. Oh, ik word er helemaal enthousiast van. Ik vind zo'n flowbook vind ik echt geweldig. En ik koop hem eigenlijk altijd wel als die er weer is of ik krijg hem. Want ja, je kan echt super veel mee wat allemaal in zit. Maar laten we hem snel openmaken. Het ziet er nou uit dat dit allemaal briefpapier is. Oké, dus je krijgt er heel veel briefpapier bij. Dat komt altijd wel van pas. En dan zijn dit allemaal stickertjes. Hele leuke stickertjes. En nog meer leuke stickers. Vind ik echt heel leuk. En dit zijn van die tags, zeg maar. Van die kleine papiertjes die je kan uitdrukken. Die hadden ze ook in het laatste flowbook, maar die waren ietsjes groter. Deze zijn wat smaller. En die zijn altijd handig om bijvoorbeeld in je bullet journal om de maand of zo in op te schrijven. Al zijn deze wel allemaal een beetje donker, dus misschien is dat iets lastiger. Maar deze bijvoorbeeld zijn wel weer lichter. Of gewoon in je bullet journal plakken, kan ook trouwens. Nog meer briefpapier. Echt heel veel briefpapier zit erin, zeg. Daar ben ik wel even zoet mee. Oké, en dan kaartjes. En dit zijn van die, hoe zeg je dat? Dit zijn een beetje van die kaartjes die soort van geëmbost zijn. Dus die wat dikker zijn. Zoals je ziet, zie je hier dat ze wat doordrukken. Maar dit zijn dus postkaartjes. Ook echt super leuk. En deze, die zijn ook dikker. Al zie je het misschien iets minder goed, maar het zijn ze wel. En dan, oh kijk, dit is een uitklapbaar tentje met een vogel. Oh, wat schattig. Ik haal deze wel er gelijk uit. Oh, en dit zijn van die enveloppen die je dan kan uitknippen en plakken. En dit zijn langwerpige enveloppen. Dus dat is wel leuk dat het een keer iets anders is, want dit doen ze eigenlijk ook wel vaak erin. Maar dan zijn het gewoon normale enveloppen, zeg maar. Ja, en dan heb je zeg maar aan de voorkant het rondje waar je dan de adresgegevens zeg maar echt op kan schrijven. Maar je kan deze papiertjes ook gewoon gebruiken voor craften, zeg maar. Dat doe ik ook best wel vaak. Oké. En dan heb je hier nog meer kaarten. En dit zijn zeg maar ook die kaarten die je ook als briefpapier had. Deze zijn dan glad, zijn wel een beetje dun, maar zijn wel heel leuk. Ik weet niet wat dit is. Dit is denk ik een poster, een abstracte kunstposter. Dus heb je hier een scheurlijn, dus je kan deze eruit scheuren. En dan nog een poster. Maar goed, dat zijn dus drie posters en ze zijn echt best wel dik. Echt wel dik karton. Dan heb je hier vloeipapier. Met zilver en goud ook. En groen. Dus dit is mooi voor de kerst. De volgende is dus Time to Plan. Dus dan heb je een kalender. Dus deze kan je allemaal uitscheuren. En dan bij elkaar binden en ophangen bijvoorbeeld. Voor alle verjaardagen. Maar ik moet zeggen dat ik meestal dat niet doe. Maar bijvoorbeeld de maanden er wel uitknip en die gebruik voor in mijn planner. Of de afbeeldingen eruit knip. Of op de achterkant hebben ze vaak een leuke afbeelding of een mooie kleur, zeg maar. Dat doe ik eerder dan dat ik ze echt ophang.
leuke plaatjes wel. En dan weer stickers. Deze met allemaal kevers en bloemen en natuur. Ja, en dit zijn dan gewoon papier. Heel veel kleuren, mooi allemaal. Oké, en hier zit nog een kalender bij. Oh nee, dit is een My Year in Books. Dus hier kan je opschrijven, dit is eigenlijk best wel leuk. Kan je opschrijven welke boeken je hebt gelezen in de maand en ophangen. En ik vind het een hele leuke afbeelding, zo met die boom. En op de achterkant heb je appeltjes, dus mocht je dat niet leuk vinden, kan je de appeltjes altijd nog gebruiken. En nog meer briefpapier, jeetje. Ik vind deze craft afbeeldingen echt heel leuk. Oh, en deze vind ik ook heel mooi. Deze soort afbeeldingen. Oh, oh, wat schattig. Het zijn kleine notitieboekjes. Dus je hebt er eentje met ruiten, eentje met lijntjes en blanco met lichtblauw. En hier heb je ook nog aan de binnenkant een afbeelding. Heel schattig dit. Superleuk. Oeh, dit is van dat vellumpapier. Dus dat het zo doorzichtig is. Maar dan met een... Oh, wat mooi dit. Met een bloem er ook op. Heel tof. Oké, dat was de time to plan. En nu is het time to play. Oké, dit is een foto. Oké, dus dat klinkt alsof je je eigen notitieboekje kan maken. Oh, wat een mooie felle papier. Heel erg leuk. Ja, hier heb je dus een notitieboekje, een kale. En jij kan dan de voorkant, denk ik, versieren met die papieren. Ik snap niet helemaal. Ah, kijk. En hier heb je dan ook nog losse dingen. Oké. Dit is zo'n gek plakrandje volgens mij. Een soort van postzegelachtig. En er zit zo'n scheurrandje. Dus je kan deze eruit scheuren. En die kan je dan in je notitieboekje plakken, denk ik, dat dat de bedoeling is. Wel hele leuke stickertjes. Dit is ook echt heel leuk voor in je planner trouwens en je bullet journal. Om dat te gebruiken als kader voor de titel of iets. Ah, ze laten zien wat er komt. Dus nu heb je dat je gevouwen hartjes of zo kan maken. Dus hier heb je een uitleg hoe je dat moet doen met van die stroken. Maar je kan dit natuurlijk ook gewoon heel erg anders voor gebruiken. Dus je kan een piramide maken of een hartje. Dan heb je dus heel veel streepjes. Oh, leuk. Deze kleurencombo. Oh, super. Kijk nou, hier word ik echt vrolijk van. Van deze kleuren allemaal. Dit is echt mijn favoriete kleurencombo. Oh, je krijgt denk ik stickertjes voor je toetsenbord. Oh, kijk nou. Zo leuk. Allemaal stickertjes voor om op je toetsenbord te plakken. Spatiebalk, control, option, alle letters. Superleuk. Dat wordt echt heel vrolijk dan. Leuk dit. En dit is cadeaupapier. Ik kast even uit. Dan heb je deze blauwe met bruin en geel. Wit. Met wit en vlinders. En de zwarte. Oh, met de hondjes en de katjes. En een roze bloem. Oeh, mooie dit. Het voelt wel... Ik zeg nu wel dat het cadeaupapier is. Maar het voelt wel meer als papier aan. Minder als cadeaupapier. Maar ja. Alleen maar leuk om te gebruiken. Voor verschillende dingen.
Okay, en hier staat to and from. Ik weet niet wat dit is. Ik denk dat je hier ook enveloppen of zo mee kan maken. Ja, dit vind ik iets minder van die foto's van huizen en straten en zwembaden. Ik vind dat nooit zo leuk van die echte foto's, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dit wel heel leuk vinden. En de achterkant die heeft wel allemaal leuke kleur, dus dat kan ik alsnog goed gebruiken. Al is dit wel heel mooi, moet ik zeggen. Oké, ik weet niet wat dit is. Een of ander spel of zo? Huh? Oh, ik denk dat het een puzzel is het. Dus je hebt hier de cijfertjes ook staan. En die drie hoekjes kan je dan dus hier opplakken. En dan de cijfertjes zoeken waar ze moeten. En dan krijg je denk ik deze afbeelding, zo te zien. Dus dat is wel grappig. Een soort puzzel die je dan kan doen. Oh, en je hebt zelfs twee blaadjes ervoor. Oké, dit zijn denk ik posters. En dan heb je poppetjes of zo. Grappig, dan heb je van deze poppetjes die je ergens op kan plakken of mee kan sturen of een kaartje erop schrijven van maken. Ik vind ze wel heel leuk eigenlijk. Het zijn hele mooie enveloppen, moet ik zeggen. Heel leuk. Een groene. Ah, daar kan je natuurlijk deze in versturen. Dus, hier, dus van haar jurk bijvoorbeeld. Dus die hoort bijvoorbeeld daarbij. Dit zijn haar streepjes en dit is zijn muts. Dus die kan je, hierin kan je dan deze personen in versturen. Leuk ook. En hier heb je dan ook nog wat zitten. Een notitieboekje. Ook weer allemaal van die mooie kleurtjes. Ik snap niet helemaal wat dit is. Een klok. Oké, en dan kan je instellen hoe laat je iets gaat doen ofzo. Dus time for nature, nap time, slow down, time to play, wake me up. Before you go, go. En home restaurant open. Dit is wel heel leuk eigenlijk ook voor kinderen. Ik weet niet of je kind Engels kan. Maar dat je kan aangeven hoe laat iets gebeurt. En je kan het ook gewoon dan in je interieur zeg maar ophangen. Dat het niet zo felle kleuren zijn voor kinderen zeg maar. Ja, heel schattig dit ook. Nou, ik ben er echt super blij mee. Dus dit is het nieuwe flowbook voor paperlovers. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken. Doeg!